Pantelis, welkom in Cyprus. Volgens mij kom je uit Rhodes, als ik goed begrepen heb. Het is niet zo heel ver hier vandaan. Hoe is het dan om hier te zijn? Ja, het is niet zo ver. Het is wel mijn temperatuur. Dus ik ben dit gewend. Voelt het een beetje als thuiskomen? Nee, thuis is het niet. Het is geen Griekenland. Het is wel dichtbij, maar is geen thuis, nee. Lijkt het op elkaar, Griekenland en Cyprus? Dat denken de mensen in Nederland natuurlijk vaak wel. Ja, wel een beetje. Ze spreken ook wel Grieks met een bepaald accent. Maar ik versta ze heel goed. Zij verstaan mij. Maar het is niet Griekenland, nee. Nee, je hebt recent natuurlijk tegen Cyprus gespeeld met Griekenland. Ja. Over het resultaat hoeven we het natuurlijk niet te hebben. Zeker niet. Maar heb jij jongens nog wel gesproken toen over deze wedstrijd? Nee, want er spelen niet zoveel jongens hier bij Apollon. Ze hebben veel buitenlandse spelers. Ik ken toevallig de rechtsback, die is wel Grieks. Dus ik ken hem, ik heb hem wel gesproken. Alleen helaas zit hij niet bij de selectie van Europese wedstrijden. Nee. Dus die zie ik helaas morgen na de wedstrijd pas. Ja, daar spelen we morgenavond opnieuw tegen Apollon Limassol. Vorige week ook tegen gespeeld, 3-2. Wat vond je toen van Apollon? Wat had je van ze verwacht en hoe kwamen ze uit die wedstrijd, vond je? Ja, ik vond ze best wel goed. Ze hadden bepaalde speelstijl, bepaalde kwaliteiten, ook voorin. Een sterke spits. En ik was onder de indruk. Alleen ik vind als wij gewoon doen wat we moeten doen, dat wij ze wel gewoon goed kunnen uitspelen. We moeten gewoon morgen weer in staat zijn om te doen wat we hebben afgesproken met elkaar. En vooral onszelf zijn. Ja, want hoe vond je dat wij het vorige week tegen hun deden? Hoe vond je dat? Ik vond bij Vlagen speelden we goed. Als we goede controle hadden en deden wat we hadden afgesproken. En bij Vlagen waren zij wel beter. Wij geven ook 2 goals weg eigenlijk. Wat niet mag van ons. Is wel Europese wedstrijden, dus ja, de resultaten zijn niet makkelijk. Je moet gewoon zorgen dat je wint altijd. En dat hebben we gedaan. En morgen moeten wij weer goed zijn. Zijn er dan dingen waar je speciaal op kan letten, gezien vorige week, morgenavond? Ja, wij moeten gewoon weer zorgvuldig zijn met de bal. Niet slordig als we de bal hebben. En vorige week vond ik ons energie in het druk zetten in het eerste helft. Vond ik niet zo goed. Daar hadden we ook wat veranderd. En dat morgen die energie moet vooral van minuut 1 zijn. Dat we ze gewoon gelijk goed onder de knie kunnen krijgen. Ja, als je dan wint, dan overwint je in Europa. En als het resultaat dan gunstig is bij die andere wedstrijd, dan doe je dat ook nog als groepshoofd. Is dat een thema wat een belangrijke rol speelt met zo'n wedstrijd? Ja, dat speelt mee, maar we moeten gewoon vooral naar onszelf kijken. Wat ik zei, gewoon in het druk zetten moeten we die energie weer brengen. Aan de bal moeten we zorgvuldig zijn. En het resultaat gaat dan vanzelf komen. We moeten vooral naar onszelf kijken en het spel steeds proberen te verbeteren. En dan kunnen we van veel tegenstanders wel winnen. Ja, dus het is meer dat je gewoon met de wedstrijd bezig bent en als dat dan gebeurt morgenavond dan... Ja, precies. Ja. Je moet niet rekenen. Je moet gewoon goed met de wedstrijd bezig zijn. Als jij alles wint altijd, dan weet je aan het eind waar je staat. Ja, tot slot. Ik heb recent gekeken naar de loting voor de kwalificatie van het EK. Je mag top nemen tegen Nederland. Hoe vind je het, die pool? Ja, prachtig. Prachtige tegenstanders. Prachtige uitdaging voor ons, voor Griekenland, om die wedstrijden te spelen. En ik moet zeggen, de loting is best wel pittig, inderdaad. Alleen de programma zit wel best wel mee, want we spelen eerst tegen Gibraltar en dan Ierland. En dan de 2 zware wedstrijden. Dus ja, moeten we daar eerst mee beginnen en dan kijken bij de grote wedstrijden. Ik moet zeggen, met Griekenland dat we meestal goed spelen tegen sterke tegenstanders. We hebben ook vorig jaar in Kapu met Spanje gezeten. We hebben gelijkspel en 1-0 verloren. Ja. Dus wij zijn er klaar voor.